Ah, Subaru. Je was zo cool altijd. Met je boksen motor. En je frameloze ramen. En je Martina Navratilova. En Colin McRae. En met je Richard Burns. Ja, in 1991 verkocht Subaru nog 5.231 auto's in Nederland. Vorig jaar, moet je even raden. En wat je nu in je hoofd hebt, moet je dan delen door 10. En dan doe je er 3 bij op. En is het nog steeds veel meer dan dat ze werkelijk verkocht hebben. 74 auto's in 1 jaar. Dat betekent elke 5 dagen werd er 1 Subaru verkocht in Nederland. En even om je een idee te geven. Kia verkocht in 1991 0 auto's in Nederland. Want die bestonden toen nog niet. Die kwamen pas in 1993 op de markt. Vorig jaar verkochten ze 30.039. En hoe is dat zo gebeurd? Ik bedoel, al jarenlang zijn Toyota's en Subaru's staan samen bovenaan in de lijst met meest betrouwbare auto's. Ik heb er 2 gehad. David heeft er 1. Mijn vader is aan zijn 5e bezig. Super reclame zou je denken. Maar ja, die stoere frameloze ramen, die deden ze weg. Die benzineslurpende rallymotoren bleven ze gewoon wel in auto's gooien. En op zich waren ze er op tijd bij met de SUV, wat natuurlijk het meest populaire automodel is van het moment. Maar ze hebben er maar 1, de Forester, die kwam heel vroeg en is eigenlijk niet mee veranderd. Andere merken gingen grotere, kleinere SUV's maken. En Subaru niet, die heeft er nog steeds maar 1. Ja, en dankzij de sterke Japanse yen waren Subaru's ook zelden goedkoop. Maar er zijn nog meer issues. Op dit moment hebben ze maar 4 verschillende modellen te koop in Nederland. Volkswagen heeft 19 verschillende. Zelfs Skoda heeft al 10 verschillende modellen te koop. En de goedkoopste van die 4 kost, schrik niet, 55.000 euro. Pff. Subaru miste de compacte SUV-rage. Maakte hun motoren niet wezenlijk zuiniger. En ze bleven duur. Dus waar moet het heen met het Japanse merk? Elektrisch natuurlijk. Ja, ze waren natuurlijk niet de eerste met een elektrische auto, maar deze is het tenminste, de Solterra. Hij is samengebouwd met Toyota, die noemen hem de BZ4X. Sexy, hè? En dat is eigenlijk precies dezelfde auto, maar minder cool, want het is geen Subaru. Wij reden hem 4 hele weken om te kijken hoe hij zich verhoudt tot bijvoorbeeld de Volkswagen ID.4, de Kia EV6 en de Tesla Model Y. Beginnen we aan de buitenkant en ik moet zeggen dat ik in die 4 weken de voorkant echt ben gaan waarderen. Ik vind het best een fraaie auto recht van voor. En de zijkant is ja, misschien een beetje druk, maar wel stoer. En sowieso, kijk, die grote zwarte kunststof spatborden, die ademen natuurlijk meer Subaru Outback dan Toyota Yaris. En wat mij betreft lijkt deze auto ook meer een Subaru dan een Toyota. Ja, alleen hier aan de achterkant lijkt de windtunnel het gewonnen te hebben van de designers. Want hij is gewoon heel vierkantig en heeft hier nog weer zo'n gek net niet spoilertje. Allemaal om te zorgen dat de wind zo goed mogelijk van die achterkant afkomt. En met succes, want voor een grote SUV is die aardig zuinig. Maar echt mooi is het niet per se. En leuk detail, deze kleine halve spoilertje zien we ook op de Kia Niro, op de Lotus Elettra, op de MG4. Terwijl we die 2 jaar geleden helemaal nergens zagen. Dus het lijkt erop alsof ze in de windtunnel iets nieuws hebben uitgevonden om de auto aerodynamischer te maken. En 450 liter bagageruimte is ongeveer wat je verwacht van een auto in deze klasse. Maar helaas geen frunk, dus je laadkabels liggen achterin. Hierbinnen ziet het er ook keurig uit, zeker met dat stof op het dashboard. En alles is gewoon netjes binnen handbereik, logisch geplaatst. Ze hebben wel gekozen voor het Peugeot-idee van een klein stuurtje waar je overheen kijkt om het dashboard te zien. Daar moet je van houden, je kunt er sowieso aan wennen. Gekke dingetjes zijn het handschoenenvakje bijvoorbeeld. Die is er dus niet. Je hebt alleen hier onder de middentunnel een plek om je spulletjes op te ruimen. Ja, en nog een kleine ergernis. Als je je telefoon bedraad aan wil sluiten, dan moet je dat doen achter dit klepje. Dan steek je die stekker in en daarna kan dat klepje niet meer dicht. En nee, ik heb gezocht, er zit geen plek waar dat snoer er gewoon fatsoenlijk uit kan. Onbegrijpelijk. Wat mij en vast ook wijlen Colin McRae en Richard Burns plezier zou doen, is hoe dit ding rijdt. 2, 1...
right 2 plus long, opens right 5, and short left 6, break in right 4 plus, then left 2 plus. Nee, je hoort nu niet het lekkere geroffel van die boxermotor. Maar hij is wel geveerd als een Subaru en hij wil echt van zijn plek. En die vering zorgt ervoor dat als je bijvoorbeeld een drempeltje tegenkomt, dat je eigenlijk een beetje gas bij wil geven. Omdat je dan gewoon tak tak in één keer eroverheen gaat in plaats van dat je omhoog en naar beneden en langzaam. Het rijdt echt als een Subaru. Oh, ik zie daar eigenlijk nog een mooier parkeerplaatsje. Shit, het lijkt erop alsof ik in een gat hier in het grind vast ben komen te zitten. Maar gelukkig heb ik intelligente vierwielaandrijving. Ik heb hier voor me een net schermpje met hoge resolutie en in het midden hier zit ook een behoorlijk scherm. De graphics zijn nou, niet meer jaren 90, maar ook niet zo spiffy als in een BMW of de Lotus die we laatst hebben gereden. Maar het voordeel is, alles is makkelijk vindbaar. Ook omdat er gewoon geen overbodige opties op zitten. Enige nadeel is, ik kan de rijhulpsystemen aan- en uitzetten, maar dat kan niet op dit grote scherm. Maar dat moet ik hier in een hoekje van het dashboard doen met dit knopje op het stuur. Dat is gewoon niet echt super handig. En een van de rijhulpsystemen die ik meteen uit wilde zetten is dit setje ogen hier achter het stuur dat mij de hele tijd aan zit te kijken. Om te zien of ik wel lang genoeg naar voren kijk. En als ik dus mijn hand bijvoorbeeld boven op het stuur leg om te sturen, dan kunnen die oogjes me niet meer zien. En dan gaat hij me waarschuwen. En nog een ander gek ding. Ik heb hem dus uitgezet. En nu waarschuwt hij me af en toe dat hij uitstaat. Met een piepje. Ja, ik heb hem net zo goed niet uit kunnen zetten. Wat opvallend is, is dat de Adaptive Cruise Control niet werkt met een radar, maar met twee camera's hier. En op zich werkt het hartstikke goed. Hij neemt voldoende waar, behalve bij mist en regen. Want eigenlijk kunnen die camera's natuurlijk net zoveel zien door die mist als ik met mijn eigen ogen. En laatst reed ik achter een zilvergrijze Audi in de regen en die zag die gewoon niet. En dan begon die harder op af te rijden. Dat vind ik wel een nadeeltje, moet ik zeggen. Ik fiets er even tussendoor, want wij organiseren binnenkort een nieuw event, de Breit e-bike party. Want hartstikke leuk, al die e-bikes en de reviews, maar de proef op de som is natuurlijk een proefrit. En wat hebben wij gedaan? We hebben al die fietsen verzameld, zodat je die in één keer op één locatie allemaal kan testen. Hey, ideetje? De link vind je in de beschrijving onder de video. Het is weer tijd voor de Breit infotainment test. Hoe vaak moet ik klikken om te navigeren? Begrijpt de voice control mij? Kan hij een route langs laadpalen voor mij uitrekenen? En hoe goed klinkt dit Harman Kardon audiosysteem eigenlijk? Eerst de navigatie, daar gaan we. Joop. Gees. Gees en weg. Ik heb mal. Huppatee. En route uitgerekend. Go. The route guidance will start now. In 600 meters, left turn, onto Warfummerweg. Verstaat de stembediening mij? Navigeer naar Joop Geesinkweg, Duivendrecht. Ik heb één resultaat gevonden. Er okay. Is Joop Geesinkweg in Amsterdam, Duivendrecht, 156 kilometer van uw bestemming. Dan nu de route langs laadpalen. Waarheen? Naar Andorra. Andorra, naar het aeroporto. We krijgen een route. Maar ik zie nog geen snellaadpaal. The route guidance will start now. In 600 meters. Left turn, onto Warfummerweg. Het lijkt er niet op. Helaas, helaas. Je moet zelf met je appje in de weer. Dan het audiosysteem. MUZIEK.
dus gewoon mijn broek heen en weer gaan. En toch zijn er nog geen onderdelen van de auto aan het kraken. Dus die Harman-Kardon set is goedgekeurd. Ja, in conclusie 3 uit 4 eigenlijk prima voor elkaar. Alleen dat navigeren langs snelladers, dat kan hij helaas nog niet. Tijd dus voor de Bright Score. Ja. Ja, daar was ik zo een beetje bang voor. Het zijn allemaal keurige cijfers, maar gemiddeld kom je dan uit op een 7,5. Ja, niet echt om over naar huis te schrijven, ook niet echt beroerd. En objectief klopt dat wel vergeleken met de concurrentie. Het is niet dat hij op een bepaald punt enorm naar boven toe uitschiet, maar ook niet naar beneden. Het is gewoon een heel erg degelijke auto. Maar voor mijn gevoel doet hem dat niet helemaal recht, want iets van dat Subaru-gen glinst het gewoon wel door de ervaring. Nee, het is geen Colin McRae Subaru Impreza rallyauto, maar wel een auto waar je lekker mee kan rijden, bochtige weggetjes. Ja, en hij voelt gewoon stoer. Stoerder dan pak een beet een Kia Niro. En dat is een auto die ik zelf gekocht heb. Dus ja, doe met die 7,5 wat je wil. Maar ik hoop dat er mensen zijn die deze auto aanschaffen. Ik moest toch mijn gordel aan doen. Ah, hell. High-tech snacks, op Bright. Ja, high-tech snacks. Het high-tech snack kanaal, ja. High-tech snack kanaal. Nou goed, oké. Okay. Fried in plaats van ja. Bright. Ja, dan wordt Bright gelijk weg en die I die blijft en dan wordt het Fried. Fried.